In onze showbiz-update van vandaag hebben we het over Babulus en hoe het met haar gaat na haar heftige operatie. Er is ook nieuws over VTM-programma's en helaas melden we ook een break-up van een celebrity-koppel. Babulus moest 2 weken geleden een operatie ondergaan. De actrice leidt aan het notenkrakerssyndroom. Dat is een pijnlijke nierziekte. Nu laat ze weten op haar Instagram hoe het met haar gaat. Ze is thuis en al een beetje op haar plooi gekomen. Ze kreeg ook goed nieuws van de dokter. Haar herstel loopt gelukkig zoals gepland. Het nieuwe K3'tje wordt volgens de planning gekozen op 27 november tijdens een live show. Voorlopig maken Julia, Amy, Luca, Dide, Celester en Remy nog kans. Uiteraard is het heel belangrijk dat de kandidaten het K3-repertoire goed kennen. Op Instagram postte VTM 2 video's waarin Hanne en Marten de kandidaten testen. En over het algemeen zit dat wel goed. Ook bij BV Darts op VTM 2 vanavond zit het wel goed. Politiek journaliste Hannelore Simoens, ex-Miss België Céline Van Oitzel en Q-Music-DJ Vincent Virus gooien straks met de pijltjes. Vincent onderschat zijn vrouwelijke tegenstanders alvast niet. Als ik tegen mensen zeg dat ik tegen Hannelore en Céline moet, zegt iedereen, oh, dat komt goed. En dan denk ik altijd, ja, op basis van wat eigenlijk, zegt hij. En minder goed nieuws van Shawn Mendes en Camila Cabello. Na 2 jaar zetten ze een punt achter hun relatie. We hebben beslist een einde te maken aan onze romantische relatie. Maar onze liefde voor elkaar is sterker dan ooit. We begonnen aan onze relatie als vrienden en zullen beste vrienden blijven. We stellen jullie steun vanaf het begin en in de komende tijd heel erg op prijs, zeggen ze op Instagram Stories. Bij deze ben je weer helemaal op de hoogte van het laatste showbiznieuws. Blijf ons zeker volgen op onze website en op onze app. En dan zien we elkaar morgen weer.